Zo ziet virulente homofobie, homohaat er dus uit. President Museveni van Oeganda ondertekende gisteren een draconische wet die homo's en lesbiennes die voor hun geaardheid uitkomen direct de gevangenis ingooit. Maar dat is dan nog de gevangenis. Openlijke lynchpartijen worden gevreesd. Ze zijn namelijk totaal vogelvrij. Vanaf het allereerste moment dat ik daar kwam in 2007, het allereerste verhaal wat ik schreef ging over de homo-kwestie. De wet die nu is ondertekend, die speelt ook al 4 jaar lang. Dus er is al eigenlijk al 4 jaar enorme druk op Oeganda uitgeoefend om die wet niet te ondertekenen. En ze hebben het nu dus toch gedaan. Wat betekent het voor de namen en de mensen die daar op een fotootje te zien zijn? Leven die nog over een week? Die zijn echt vogelvrij. En die lopen echt, denk ik, het risico slachtoffer te worden in een openbare lynchpartij. Als je daar met naam en toenaam in staat, ben je leven niet meer helemaal zeker. Mm-hmm. Alles wat niet op voortplanting is gericht, is pervers en bedreigt ook het voortbestaan van, nou, maak het maar zo groot, de Oegandese natie. Wat Obama zou moeten doen, in plaats van heel erg hard roepen tegen Museveni, hij moet die mensen uit zijn eigen achtertuin moet hij eigenlijk aanpakken die daar naar Afrika komen en daar allerlei dingen opstoken die eigenlijk van zichzelf al erg genoeg zijn. Boek van de maand, u weet het. Iedere laatste dinsdag van de maand kiezen 4 vaste boekhandelaren uit de grote stapel romans, non-fictie, poëzie, biografie, essaybundels. Noem het maar op. Het boek van de maand. Het boek dat we niet mogen missen en dat we moeten lezen. Charles Jackson is een ex-Zuidlap die behoorlijk geraakt heeft. En hij is al lang niet meer onder ons. In de klassieker uit 1944. Het is nu weer in een verse vertaling. Maar het is echt een fantastisch verslag van een aftocht naar de hel genaamd alcoholverslaving. We hebben een jeugdboek uitgekozen en dat is dus heel goed. Een hele speciale. Voor meisjes en jongens in de brugklasleeftijd. Sjoerd Kuiper zie ik. Sjoerd Kuiper, Hotel de Grote L. Seks, liefde, dood. Geen onderwerp wordt geschuwd in dit boek. Het derde boek wat we hebben uitgekozen is Thomas van Aalten, Levensstrijd. Een familieroman zoals er op staat van een Italiaanse immigrantenfamilie die naar Nederland komt. Hij is communistisch en fascistisch. Italië van Mussolini wil hij ontvluchten. Dit is een boek waar wij alle vier diep, diep van onder de indruk waren. Het is Meester Mitraillet van Jan van Tortelboom. De omstandigheden pakten me bij de lurven en slingerden me in al hun onverschilligheid terug in de vergeetput van mijn verleden. Nou, dat is toch prachtig van taal. Jorrit won met een fenomenale rit de 10 kilometer en verwees, toch ook historisch, Sven Kramer naar het zilver. Jorrit trekt zich dan plotseling terug als reserve van de oranje ploegachtervolgers. En als hem wordt gevraagd waarom, zegt hij onomwonden, ik voel me genaaid. Als het gewoon open en eerlijk waren geweest, dan hadden ze na het kwalificatietoernooi bij hem moeten komen van, we rijden altijd met een vaste opstelling met Jan, Koen en Sven. Ja. En in alle tijden, wie de tegenstander ook is, hoe sterk, hoe zwak dan ook, jij bent altijd de reserve. Als er mensen zijn die klachten of blessures hebben, last van hun rug hebben, die kunnen een keer even niet starten. Nee, en als jij gewoon 3 dagen voor de 10 kilometer niet start op een 1500 meter, waarschijnlijk heb je dan een last. Dan is het wel heel frappant dat je 3 dagen daarna helemaal geen last meer hebt en ook niet bang bent dat je die krijgt in 3 starts. Nee. Deze woede die ik nu bij u bespeur, richt zich wel tot Sven Kramer, hè? Laten we eerlijk zijn. Nee, dit richt zich in het geheel tot alles wat er omheen zit.